Hartelijk welkom bij uitzending nummer 5 van Studio Roda. Vandaag op de bank een van de smaakmakers van Roda JC, Patrick Fluke. Patrick, welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken, ik ga het gewoon in het Nederlands proberen. En jij probeert het ook een beetje Duits. Een beetje, ja. Moet een kerkraden kunnen, denk ik dan. Hey Patrick, vanaf dat jij hier binnen bent gekomen, ben je één van de smaakmakers, sterkhouders. Dat zeg ik dan. Ja, dat is prima. Maar heb je geen aanpassingsproblemen gehad? In het begin een beetje wel, vind ik. Omdat het een heel nieuwe situatie voor mij is. Ik ben nu in Nederland voor de eerste keer. Maar ik denk, hier spreekt bijna iedereen Duits. En jij Nederlands al, want compliment. Dankjewel. Ik probeer mijn best. En ik denk die trainer en ook Jeffrey heeft mij veel vertrouwen gegeven. Jeffrey van As? Ja, op het begin. Ik probeer alles te geven voor de club. Want je hebt hier een proefperiode gehad en daarna heb je contract gekregen. Ja, ik denk, wat was het, 2,5 week? Of 2,5 of 3 weken, ja. En met 2 of 3 wedstrijden. De eerste was tegen Antwerp. En ja, na die derde wedstrijd, denk ik, was het klaar voor mij. Ja. Wat mij opviel als ik jouw statistieken bekijk, hè? Ja. In Duitsland heb jij nooit zoveel gescoord. Nee. En hier in één keer gaat het los. Ja, dat klopt. Ik denk die laatste was in de jeugd bij Mainz. Ja, en die... want even Dresden, Mainz, Dortmund. Ja, Dresden, Mainz, Dortmund, Udingen en nu hier. Half jaar Udingen? Of wat was het? Een jaar. Toch één? Oh. Nee, wat was het? Udingen? Udingen 2 jaar, sorry. Ja. En Dortmund 1 jaar. Ja, okay. Zo was het. En ik denk in Mainz heb ik best veel gestoord in de jeugd. En in die, en nu hier. Zo. Ja, maar je scorend vermogen lijkt hier veel hoger als in Duitsland. Is het hier makkelijker? Of? Ja, makkelijker misschien niet, maar ik denk die stijl, die voetbal past mij beter, denk ik. Ja, want hoe omschrijf je jezelf als voetballer? Ik denk ik ben voetballer, ik wil steeds voetballen. Ik denk die lange bal is voor mij niet zo prima. Dat was het probleem in Udingen, denk ik. Er was veel lange ballen in de derde divisie. Ja. En veel fysiek, alleen een grote speler. En hier is het misschien beter voor mij te voetballen. Oké, ja. Hey, als ik jou zie, denk ik van, boah, goede techniek. Een functionele techniek, zoals we zeggen. Aanname, ja. Heel vaak direct goed. Je kan een man passeren. Je hebt een ontzettende drive. Wat dat betreft vergelijk ik je een beetje met Brian Linssen van Feyenoord. Toen hij ook nog wat jonger was. Die drive, je begint schwung in het elftal. Je hebt een fantastische trap. Mm. Dat laat je ook gelukkig op de tijd zien. Ja. En overzicht. Het komt dadelijk in de fragmenten, komt dat ook allemaal terug. Maar wat dat betreft, inderdaad... Nederlandse voetballer eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Ik heb in Dortmund met Peter Bosch getraind. Ja. En hij zegt naar mij, na 2 of 3 weken, hij moet naar Nederland gaan. Die voetbal is voor mij beter dan in Duitsland. Zo, nu ben ik hier. Ja. Even terug naar afgelopen vrijdag. Mm. MVV uit. Hoe heb jij alles ervaren daar? Ja, het was... Geen goede situatie voor ons, denk ik. Hè. Ik denk, het is te makkelijk voor die supporters om op het veld te gaan. Maar ik denk voor ons, wij gaan in die kleedkamer na, hoe was het, 41 minuten? Ja, 41, 42 minuten, ja. En na, ik denk, een halve uur of 3 kwartier kwam die trainer binnen en zegt, ja, wij gaan niet verder. Jullie zitten daar gewoon te wachten? Ja, we hebben gewacht. Wat doe je in die tussentijd? Hou je jezelf warm, bezig? Of? Ja, omdat... in 3 of 4 minuten rust was, denk ik, hebben we een beetje over die tactiek gepraat. En daarna hebben we alleen gewacht op die situatie nu. Ja. We hebben niks gedaan, in principe. Ja, ik denk dat zo'n situatie, als ik dan toch nog even terugpak naar Duitsland, dat is ondenkbaar in Duitsland. Ja, dat gaat niet, dat gaat nooit. Ook niet bij Schalke tegen Dortmund of ook niet in die vierde divisie, dat gaat nooit zo makkelijk. Ja, maar waar ik me over verwonderd heb, ik vind supporters moeten komen voor het voetballen en moeten zich gedragen. Tuurlijk. Dat is punt 1. Of het nou Roda supporters zijn of MVV. Tuurlijk. Maar hoe kun je een vak van Roda supporters, terwijl er in het verleden al zoveel
gebeurd is, laat de grenzen aan een vak met MVV-supporters, fanatieke MVV-supporters, die dan heel makkelijk in die gracht komen, op het veld kunnen komen voor... Ongelooflijk. En zonder police in het begin. En zonder politie. Dat is, ik denk, als je de police daarin zet voor die wedstrijd, of in de wedstrijd, dan is het niet zo'n grote probleem. Maar daarna is het te laat. Ja. Hey, dadelijk gaan we het hebben of je wel of niet je contract gaat verlengen bij Rode JC. Maar eerst gaan we even heel gezond doen. We gaan naar de smoothiefiets. We gaan naar Guus Joppe. Gezondheid. Eens kijken. De tropische Guus Joppe smoothie. Ja. Een paar bramen. Ja, lekker. Wat mango. Ook lekker. En wat framboosjes. Daar doen we wat, wat yoghurt bij. Magere yoghurt. Oh, dat is lekker hoor. Ik krijg zelf trek. Ah, je mag daar ook wel een slokje neer pakken. Oh, je bent echt fantastisch. Kijk, Guus. Zet hem maar op. Hoe, voordat je begint te fietsen, hoe is dat om je eigen smoothie te hebben? Hij zit nog niet goed. Ik heb thuis ook één. Ja, dat is mooi. Ik heb nog nooit thuis een blender met... Ja, ik heb thuis ook de mag geen reclame maken denk ik, of wel? Thuis ook de Nutribullet. Ja. Ja, nee, ik maak thuis ook wel regelmatig een smoothietje. Ja. Lekker, gezond? Ja, in principe zijn de meeste dingen die je erin doet zijn wel gezond. Ja. Fruit, bevroren fruit, noem maar op. Maar nou dus de eigen Guus Joppe smoothie nogmaals. Wat zit erin? Bramen, mango. En wat was die andere keer? Frambozen. En frambozen met een beetje yoghurt. Een beetje tropische Guus Joppe smoothie. Ja. Ze zeggen, fietsen. Succes met fietsen, jongen. Fiets hem erin. Fiets hem erin, ja. Kom maar, Guus, dat tempo moet door. Oh. Die tegenstander moeten we plat. Kijk, daar blijft niks heel van die spits. Weer een velletje op de zolder. Ja, ja. Goed. Wat een kleurtje, man. Ja, mooi, hè? Ja, is goed, is goed. Ik ben benieuwd. Het zal vast wel smaken. Het ziet er bloederig uit. Kijk, je hebt het precies genoeg. Kijk, voor één bekertje. Gezondheid. Proost. Nou. En? Lekker. Smaakt goed. Ja? Ja. Kijk. Guus Joppe smoothie, mooi. Maar als ik jou zie, een van de ouderen, maar... De oudste. Echt de oudste? Oh my god. Ja. Maar nog topfit, man. Ja, nog wel. Dus zolang dat gaat, is het mooi. Maar volgens mij de laatste jaren ook gewoon heel veel wedstrijden steeds gespeeld, hè? Ja, een jaartje met corona wat minder natuurlijk. Uiteraard. Toen is de competitie wat stilgelegd. Nee, altijd wel... Ja, plus 25 in ieder geval wedstrijden gespeeld. Ja. Dus ja. Ik ben wel een beetje zuinig op mijn lichaam natuurlijk nu. Maar ja, ik ben blij dat ik nog steeds fit ben en dat ik het nog steeds kan doen. Een mooie clubs gehad. In het Brabantse. Ja. Bij VVV heb ik je nog meegemaakt. Ja, en nou hier nog op je 31ste bij Roda. En dan, dan denk ik, volgens mij hadden ze je gehaald met het achterhoofd. Guus kunnen we overal kwijt. En die speelt uiteindelijk zijn wedstrijdjes maar je staat er gelijk vanaf het begin. Ja. Ja, misschien een beetje wel dat ik zo gehaald werd, maar ja, ik ben blij dat ik centraal daar sta en dat voorlopig nog zal staan, hopelijk, als het goed gaat. Maar ja, zeker leuk. Ja. Hoe blijf jij zo fit? Hoe blijf ik zo fit? Ja, een beetje voeding, een beetje leefstijl, zeg maar, dat je dat goed onderhoudt. Dus niet elke dag naar de snackbar en naar de kroeg. Maar, om de dag? Om de dag, ja. Nee, ja, om de tijd natuurlijk moet je om de tijd wel een keertje naar de kroeg, naar de snackbar kunnen. Maar als je het een beetje met mate doet, dan is dat goed te combineren. Ik denk als je gewonnen hebt, dat niemand het hier erg vindt dat je met hun op stap een biertje pakt. Ja. Nee, zeker niet. Nee. Dat is ook alleen maar mooi als dat kan. Ja. Ja, dat deden wij vroeger echt, hè. Na de wedstrijd sporters zo, maar dan die Polonaise op Kaalheide. Ja. Misschien een idee. Dat is even geleden, denk ik. Ja,
Maar dat bier is er nog steeds. Ja, hè? Dat bier dat groeit nog wel, denk ik. Ja. Maar dat is wat anders als die smoothie. Als jij aan Kerkraden denkt, hè, wat denk je dan aan? Wat is Kerkraden voor jou? Normaal gesproken gelijk aan Roda. En nu ik hier een beetje ben, zeg maar de Koempels, zeg maar, dat ook wel iets betekent voor de stad. En wat ken ik nog meer? Gaia Zoo. Gaia Zoo, yes. Maar de dierentuin. Maar voor de rest ben ik zelf echt nog nooit echt een Kerkrader geweest. Dus het is vrij nieuw hier allemaal, hier de omgeving voor mij. Ja, ik zou zeggen, ga hem eens ontdekken. En dan is het wel handig als je een beetje Kerkraads dialect spreekt. Dus ik ga jou even uit het grote boek belasten. Ik zal eerst een hele simpele. Roda is het schönste op de wereld. Roda is het schönste op de wereld. Schönste op de wereld. Ja. Ja, mooi. Wat betekent dat? Dat weet je toch, hè? Ja, de mooiste club van de wereld. Ja, perfect. Kijk, mooi. En dan, lek mich toch om aas. Ja, lek mich om aas. Dat is Duits, toch? Ja, weet ik het. Krijg de kloot of zo. Je bent geslaagd. Krijg nou wat. Lek mich toch om aas. Ja. Ik zou zeggen, dat gaat met die tegenstander gebeuren, hè? Lek mich om aas. Ja, heel veel succes. En, ja, dankjewel. Drink hem lekker leeg. Ik drink hem dankjewel. Op. Graag gedaan. Oh, dat is goed. Ja, dat was de Guus Joppe smoothie. Lekker en gezond. Iets voor jou, zo'n smoothie. Ja, dat klopt. Lekker? Ja, uiteraard. Hey, alle Roda fans willen maar één ding weten. Mm. Wanneer gaat Patrick zijn contract verlengen? Ja, dat denk ik al. Ik denk mijn situatie nu is, ik heb een contract nog in de zomer. Ja, tot het einde van het seizoen? Tot het einde van het seizoen en... Dat is het al. Ik ben in gesprek met de trainer en met die club in totaal en mijn agent. Zo, we zullen zien. Maar een beetje meer. Zijn dat positieve gesprekken? Jij voelt je goed, maar... Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk zijn het positieve gesprekken. Ik denk, het is klaar dat ik hier een prima club heb. Trainer met vertrouwen. Die hele club met vertrouwen voor mij. En... Iedereen kent me nu en ik denk, ik ben in een maand 25 en ik moet natuurlijk ook zien dat ik de volgende stap ga maken, mijn carrière. Ja, de volgende stap, samen met Roda, naar de Eredivisie. Ja, dat zou mooi zijn. Dat gaat gebeuren. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Dat is prima. Ik krijg wel steeds, dat vertel ik hier ook vaker, ik krijg wel steeds meer het gevoel dat die puzzelstukjes... steeds meer op de plaats vallen en dat Roda, als het niet dit seizoen is, dan uiterlijk volgend seizoen, maar dat gaat gebeuren. Ik denk... Dat moet ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk met deze club en deze stadion en alles moeten wij in de Eredivisie spelen. Dat is klaar. Dus nog geen groen licht voor de fans en voor mij als grootste fan. Maar het zou fantastisch zijn als jij zou bijtekenen. Het zou ook een heel mooi signaal zijn naar de hele omgeving. Maar ja, er is natuurlijk wat... Supporters zeggen, ze zijn daar veel te laat mee. Hadden ze een jaar geleden al, maar ja. Ja, ik denk dat het probleem was natuurlijk met corona ook een beetje. Denk ik, omdat zij niet weten, hoeveel geld hebben wij. Of wat is de situatie nu met publiek of zonder publiek. En dan die probleem met Jeffrey, denk ik, ook een beetje. Ja, en nu is het al november. Dus Streppel zegt in jou tekenen en anders gooi ik je eruit. Op de bank. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik niet. Nee, jouw band met de trainer is goed, hè? Ja, natuurlijk. Ik denk van die eerste minuut hier, als ik hier ben, heb ik een goede band met de trainer. Hij geeft mij het vertrouwen. Ook na mijn blessure laatste seizoen, met mijn hand. Ik kom gelijk terug, heb gelijk gespeeld, die hele wedstrijd. Ik denk, ik heb een goede band met de trainer. Ja, je bent ook belangrijk voor het team. Je staat links buiten. Maar je mag dat volgens mij helemaal op je eigen manier invullen. Ja, ik denk dat is het. Ik denk die trainer heeft ook bij Willem II met een linksbuiten gespeeld, die in de midden was. Ja, ja. Ik denk het is een beetje zijn... Tussen de linies altijd. Genau, tussen de linies. Normaal ben ik nummer 10. Ja. Maar ik denk mijn beste positie ook nummer 10. Maar ik speel nu linksbuiten en score best veel en geef assist en ben belangrijk voor het team. Kijk, in het centrum is het altijd heel druk, hè? Dus vanuit deze positie heb je vaak iets meer mogelijkheden, lijkt mij. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. Ik denk in onze speelstijl, met Amir op mijn flank ook,
Met Dylan in de spits hebben wij een goede connectie ook. Zo, ik denk dat gaat echt goed. Ja, absoluut. We gaan eens wat doelpunten erbij pakken. En ik begin eigenlijk met een heel verrassend doelpunt. Nou, dat vind ik niet. Een kopbal? Vind je dit? Nee, vind ik niet. Maar laten we eerst kijken. Jong AZ, Roda JC. Kijk, daar is hij weer. Onderschept die breedte. Paas, Goppel. Lastige aanname van Valkenburg. Goppel. Goppel. En nu is het toch raak? Jazeker. Eindelijk de voorsprong voor Roda JC. Fluke komt binnen. En de aangever, Tijmen Goppel. Ja, was een prima assist van Goppie. Ja. Hij zegt na die wedstrijd dat hij wil schieten, maar... Zei hij dat? Ja, dat zegt hij, maar ik denk dat het een goede assist van Goppie. En dat was mijn eerste doelpunt na de blessure direct. Ja. En we hebben 1-0 gewonnen. So, wat ik zelf altijd belangrijk vind met koppen is dat je de bal aanvalt. En dat zie je in dit, hè. Je bent agressief naar de bal ja, toe. Ja, klopt. Ik heb gedacht dat ik misschien buitenspel sta, maar... Nee, die goal was prima. Ja. Een overwinning. Ja. Nou, dan gaan we er gelijk eentje achteraan doen. Waaruit jouw techniek en je beheersing terugkomt. Roda JC tegen Jong Utrecht. Klein uurtje onderweg hier in Kerkrade. Het is een open wedstrijd. Kansen over en weer. Serradens. Goppel. Voorzet is goed nu van Goppel. Nou, kappen, draaien, schieten en een doelpunt. 2-1, dat is Fluge die hem maakt. Serradens, even tussen de linies, vindt Goppel, die neemt aan. En dit zijn goede voorzetten. Een Fluge, kap draait, schiet en de voorsprong voor... Maar de controle, het wegdraaien en dan niet blind hard schieten... Hoeft niet altijd, denk ik. Binnen de 16, die grote binnenkant, ja. Dat vind ik altijd... Ja, dat hoeft niet altijd. Met... Voor een keeper veel moeilijker, denk ik. Ja, dat klopt. Ik denk, ja, was ook een prima goal en een belangrijke, denk ik ook. Mm-hmm. Was die 2-1, denk ik, tegen Jong Utrecht. En ja, prima goal. Hoe vind jij, we hebben nou Jong Utrecht, maar hoe vind je dat die jong ploegen hier in de keukenkampioen divisie erbij? Ja, ik ken het al als die derde divisie in Duitsland. Ja, met Dortmund hetzelfde. Ik ken het precies hetzelfde met Dortmund of Bayern. Ik heb ook met Mainz, met de tweede, ja. Met de jong Mainz. Maar ik denk dat in Duitsland daar heel veel publiek op afkomt. Ik denk als Roda hier tegen Jong Utrecht speelt, de Roda supporter heeft zoiets van... Pff. Ja, het is precies in Duitsland hetzelfde. Ja? Ja, het is hetzelfde. Als wij tegen Jong Bremen bijvoorbeeld gespeeld hebben, was het altijd iets minder dan normaal. Ja, oké. Okay. Precies hetzelfde. Dat je een flinke poeier in je benen hebt, dat weten we inmiddels. Je hebt er verschillende gemaakt. Ik heb er ook eentje uitgestoken. Vorig jaar vond ik zelf een mooie Dordrecht uit. Mm. Bujuari. Draait even om zijn as heen. Klaassen. Fluke. Van afstand gewoon proberen. En die zwaait gewoon binnen. 0-5. Ja, niemand zit druk. Ja, ik vind dat was mijn mooiste rol, vind ik, voor Roda. Vind ik persoonlijk. Nee, ja, ben ik niet met je eens. Nee? Oh, niet. Nee, we hebben dadelijk een mooiere. Maar train jij veel op schieten? Ja, natuurlijk. Ik denk bijna na elke training trainen we een beetje afwerken met de trainer. Of voor de training met Raymond. Met de spitsen en met de nummer 10 bijvoorbeeld en met mij. Zo, dat zie je dan wel in de wedstrijd ook. En waar ben je dan specifiek mee bezig? Ben je echt die bal proberen op een bepaalde manier te raken van afstand? Ja, ligt eraan. In de ene training met de binnenkant, met de andere training deze. De volgende training met de vrije deze trappen. Deze was vol wreef, was deze toch? Ja, klopt. Ja, ik denk dit seizoen ook tegen Almere. Dat is precies hetzelfde, denk ik. Ja, ja die heb ik er niet. Ik was kijk, die heb ik er niet bij. Nee. Nou, mijn favoriet moment van jou is geen doelpunt. Maar dit is maar dat is iets waar ik, nou ja, ik mag het niet zeggen, ik word er dus niet geel van, maar kijk maar even. Fluke, Vente met de loopactie, dat heeft Fluke gezien. Prachtige bal zegt Dylan Vente, moet die assist eigenlijk bekronen en dat doet hij ook. En direct iedereen om de nek bij Fluke en Vente ook naar de aangever. Want wat is dit?
Een pracht van een assist. En gelukkig schiet Dylan Vente hem erin. Ja, ik denk het was een prima bal. Een prima bal noem je dat? Ja, ik denk het was een prima bal. Dit noemen ze een bal op maat. Johan Cruijff, echt serieus, ik ga je nou even vergelijken met Johan Cruijff. Ja, alle. Maar Johan prima. Cruijff stond bekend om zijn buitenkant. Willem van Hanegem, de twee beste voetballers, om zijn buitenkant. Die konden dit. Dit is ongelooflijk. Ja, ik denk iemand na die wedstrijd kwam naar mij en zegt, het was een beetje wie Hakim Ziyech bal. Die geeft die ballen ook een beetje met de buitenvoet. Ziyech, ja, die heeft dat bij Ajax inderdaad ook ja, gedaan. Ja, een beetje. Maar ik denk bij deze bal, ik heb Dylan gezien. En Dylan is een snelle speler. En ik denk, als die bal goed is, gaat hij scoren. Maar hij was precies goed, hè? De snelheid was goed. Alles was goed. Voor een spits, perfect. Ja, dat, hij kon hem nog zelfs twee keer aannemen voordat hij ging schieten. Dat klopt. Ik heb dit seizoen ook een beetje van die passen gegeven. Maar ik denk, deze was de mooiste van allen. Ja, nogmaals, mijn favoriete, en ik ben echt iemand die van doelpunten houdt, maar dit was echt fantastisch. Ik ga toch naar het volgende fragment, toch een goal, Graafschap uit. Zo, fraaie beweging. Kouchouari, nu de paas, die is ook goed, Fluke. Schot van Fluke en het is 3-0. Roda gaat winnen. Op de Vijverberg. En hoe? Mooie assist van Benjamin Bouchouari. En een fraaie treffer van Fluke. En het leidt tot een leegstromend stadion. Bouchouari, hop. Dat zijn er twee. Hij heeft die versnelling. Hij kan zo snel met die bal naar voren kan wenden. En de man die de vorig seizoen 13 inlegde, de clubtopscorer was van Roda, denkt ho ho, ik doe ook nog mee. En legt zijn eerste van dit seizoen erin. Jeu is geen kans. Ja, fantastisch toch? Ja, vind ik ook. Ik denk het was een prima assist ook weer van Benji. Een goede dribbeling. Je neemt hem weer goed aan, je kapt hem vrij, dribbeltje vrij. En dan niet, deze was ook weer, nee, niet blind het, schieten, nee, was dat, weer geplaatst. Ja, zeker. Ik denk, voor mij staan twee of drie spelers van de Graafschap en Maat ook, denk ik. Ja. Zo, so, ik heb, hoeft niet te hard, hè. Maar weet je dan, als je die bal krijgt wat je wil, direct? Ja, ik zie al daarvoor waar die keeper staat en die verdediger. Zo, so, ik denk, het is ook belangrijk voor een aanvaller om daarvoor te weten, wat ga je doen met de bal. Als jij in de buurt van de goal, zeg maar, uit schietpositie de bal krijgt, dan weet je al of je... Ja, een plan A en plan B. Plan A en plan B, ja. Altijd. Heel mooi. Ja, en... Je had het straks over jouw mooiste goal. Jij zei tegen Dordrecht. Mm-hmm. Ja, ik vind dit de mooiste goal. En zo staat Roda en verdiend is het hoor. Op een 1-0 voorsprong. Is de band dan gebroken? Fluke. Ja, dus is het antwoord. Want hier is het doelpunt van de Duitser. 3 minuten later en zo trekt Roda toch razendsnel deze wedstrijd naar zich toe. Het is zijn derde van het seizoen. Hij doet niets fout. Laat zien dat hij goede voeten heeft en een neusje voor de goal. En dan kunnen deze koempels juichen. Patrick, hier zit alles in. Die aanname, ja. Fantastisch. Daarna die kap, de beheersing en dan de rust om hem lekker in de hoek te leggen. Ja, dit vind ik echt de mooiste. Ja, ik denk dat het een mooie goal geweest. Wie je zegt, een goede aanname van mij. En ik denk, ik zie die verdediger hier in mijn rug. En ik zie ook, ik probeer te schieten. En als hij klaar is, dan kap ik gewoon. En daarna denk ik, ja, rustig binnengeschoten. Rustig binnengeschoten, ja. Ja, fantastisch. Echt, ja, is genieten. Hoeveel denk je dat je er aan het einde... Want je hebt volgens mij nou dit seizoen 4 doelpunten, 3 assists, ja. Als je goed hebt. Ja. Waar wil je op eindigen? Wanneer ben je tevreden? Oh, moeilijke vraag voor mij. Jij bent een echte teamspeler. Dat klopt. Maar ja. Ik ben ook een aanvaller natuurlijk. Ja. En ik wil proberen met mijn team te helpen met scoren en assists geven. Ik denk, ja, tevreden ben ik nooit. maar ik denk als ik 15 doelpunten maak en 10 assists geven, denk ik was een goede seizoen. Dan denk ik dat je een fantastisch seizoen hebt, ja. Ja. Ja, ik denk dat is... Dat mag je voor tekenen. Ja, ik denk dat is mijn rol voor dit seizoen, denk ik.
Ja. En als jij er 15 maakt en 10 assist, waar eindigen we dan? We promoveren of niet? Ja, toch? Ja, denk ik. Hoop ik. Nou ja, dat alles kan. Hè. Vorig seizoen heeft dat bewezen. Hè, dat met NEC en Go Ahead Eagles, dat alles mogelijk is. Klopt. En ik denk, in dit seizoen moeten wij elke wedstrijd winnen, denk ik. Vind ik. Ja, ik wil het zo hebben over de wisselvalligheid van dit seizoen. Ik wil nog heel even naar... ik heb die trainers ook gesproken over jou. En buiten alles wat we gezien hebben, wat ze zeggen, fantastische speler, zeggen ze ook de... professionaliteit en het professionalisme. Dus in het team als aanjager waarderen ze enorm. Patrick gaat voorop in de strijd. Hoe moeten we dat zien? Behalve dat je fanatiek bent. Maar je kwam tegen MVV als eerste het veld op. Gesprint, letterlijk. Heb ik me laten vertellen. Nu tegen MVV? Nu laatste wedstrijd. Zo van, dat je wilde zeggen, kom erop! Ja, Schengen, we pakken jullie. Ja, ik denk, maar ik ben elke keer die eerste op het veld bij de opwarming. Normaal loopt de aanvoerder voorop. Klopt, maar het is maar een beetje mijn hoe zeg je dat, ritual. Maar Jensen kan je niet bijhouden. Nee, grapje. Nee. Ik ben een beetje sneller, denk ik. Ja. Nee, ik probeer natuurlijk belangrijk voor het team te zijn op het veld, maar ook in het kleedkamer of voor die wedstrijd of na die wedstrijd. Omdat ik altijd wil winnen. In de training wil ik winnen, of het voetvolley is, of rondo is, of iets is. Ik wil altijd winnen. En natuurlijk ook in de wedstrijden. Is dat dan toch iets? Ik bedoel, eigenlijk zou het normaal moeten zijn. Maar in Nederland wil het nog wel eens verslappen, de Nederlandse. Is dat dan toch een beetje Duitse mentaliteit? Ik vind, ja, omdat wij altijd goed moeten trainen. Die eerste training van een week, die laatste training van een week. Of het leuke training is of looptraining is. We moeten altijd alles geven. En ik denk dat is een beetje die Duitse mentaliteit. Ja, dan kunnen we in de laatste minuten met z'n allen een keer scoren. Moeten we, ja. Dat, wij zeiden vroeger altijd, die Duitsers scoren altijd in de laatste minuut. Ja, dat klopt. Omdat wij echt fit zijn, denk ik. Ja, ja, dat klopt. Oké. Okay. Hey, hoe verklaar je de wisselvalligheid dit seizoen? Ik heb een paar wedstrijden even opgeschreven. En bij de meeste heb ik ook nog gezien. Excelsior thuis, 1-2. Almere thuis, 3-4. Almere, teruggevochten, 3-2 voorgekomen. Denk, iedereen dacht, ook ik. Ja, nou, ik ook. die hebben we. Geef je nog weg. Excelsior, ben je de hele wedstrijd beter? Komt met 0-2 achter, komt op 1-2 na een uur volgens mij. En je denkt daarna kans. Ja. Maar je pakt hem niet, maar goede wedstrijd, maar wel verloren. Volendam uit met een man meer. Ook een goede wedstrijd, maar niet gewonnen. Ja, 2-2 met een man meer. Jong PSV, laatste vijfde minuut blessuretijd, wordt het toch nog 2-2. En dan in de laatste thuiswedstrijd, Emmen thuis, 1-2, terwijl je eigenlijk ook beter was. Ja, vind ik ook. Ik denk, ja... 9, als ik even tel, 9 punten te weinig hebben jullie. Ja. Ja, ik denk in elke wedstrijd waren wij dominant en moeten die wedstrijd winnen, denk ik. Ja, volgens mij zijn jullie alleen in Den Haag de eerste helft dan, hè, weggespeeld en de rest waren jullie beter. Vind je? Dat zei je Streppel mij na toen, dus daar ga ik het dan vanuit. Ja, ja. Ik vind, wij geven die doelpunten te makkelijk weg, denk ik. Ja. Ik denk, als wij tegen doelpunten krijgen, is het in die eerste 10 minuten of in die laatste 10 minuten vaak. Jullie lopen heel vaak achter de feiten aan. Ik denk dat is het probleem. En als je tegen Excelsior speelt, die sowieso heel defensief spelen, ja, gaat het echt moeilijk worden als het 0-2 achter komt staan. En ook tegen Almere, wij komen terug. En met twee, denk ik, corners was het? Corner en penalty volgens mij. Nee, twee corners was het. Twee corners. Was de eerste een penalty? Nou, nee. Maar ik dacht dat Dylan een penalty maakte tegen hem. Ja, maar klopt. Maar ik denk, maar ik krijg die doelpunten te makkelijk tegen. En ook tegen Jong PSV, die eerste doelpunt was te makkelijk voor ons. Ja, was een fout van Rudi, maar kan gebeuren. En ik denk ook die laatste goal kan zo niet gebeuren. Maar hoe kun je dat naar de rest van het seizoen toe, hoe kun je daaraan werken? Dat je ze achter niet te makkelijk weggeeft en eerlijk is eerlijk, dat je voor ook iets meer kansen gaat benutten. Ja, klopt. Ik denk, voor ons is het belangrijk dat wij goed beginnen die wedstrijd. Ik denk, als wij die wedstrijd goed beginnen, zijn we altijd
direct in die wedstrijd binnen en wij lopen niet achteraan naar die tegenstander. En ik denk, als wij die wedstrijd tegen Eindhoven zien, we hebben goed begonnen en hebben die hele wedstrijd direct, ja, waren dominant. En hebben, ik denk, geen grote kans tegen gehad. Ja, dan lijkt het net of wat komt FC Eindhoven hier doen, ja. Want ze hebben geen kans tegen jullie. Dat is het. En ik denk ook tegen Emmen, als je die doelpunten ziet. Ja, die tweede doelpunten, ja. Twee eigen doelpunten. Ja, dat klopt zo. En als je die doelpunten ziet en ze hebben volgens mij één kans gehad in de tweede helft. Één kans of twee. Ja, en dat was hij al. Maar is dat concentratie dan? Kun je dat trainen? Ik denk dat kan je heel moeilijk trainen. Ik denk het is gewoon... Die wedstrijd goed beginnen, denk ik. Ik denk als we echt die wedstrijd goed beginnen, zijn we een goede team. En ik denk we kunnen tegen elke tegenstander winnen. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Vind ik. Ik heb inmiddels heel wat wedstrijden in de keukenkampioendivisie gezien. En ik blijf erbij dat jullie het beste veldspel hebben. Ja. Alleen als je ze zo makkelijk weg blijft geven. Ja. En voor af en toe ook heel lastig scoort. Dan kun je veldspel hebben wat je wil. Maar dan ga je niet promoveren. Dat klopt. Ik denk dat wij ik vind Volendam en beetje Emmen die best voetballende ploeg zijn in die keukenkampioendivisie. En ja, ik denk als we die doelpunten niet zo makkelijk weggeven, hebben we een beetje makkelijker voorin, denk ik. Omdat ze niet zo laag staan. Als ze misschien 0-1 of 0-2 achterkomt, staan ze nog een beetje lager op het veld en denk ik, dat is een beetje te dicht dan. Ja. Dat is het probleem, denk ik. Werk aan de winkel nog in ieder geval. En dat bedoel ik met die laatste afstemming. Als daar dadelijk een klik komt dat je dat voor elkaar krijgt om iedere keer 100% aan die wedstrijd te beginnen. Ja. En niet meer die foutjes, maar dan denk ik dat het heel lastig wordt om van Roda te winnen. Dat vind ik ook, ja. Ik denk, we zijn een heel vervelende ploeg, denk ik. Omdat wij goed met de bal zijn. En als wij goed met de bal zijn, moeten wij minder lopen, denk ik. Ja. Ik zeg met jou, met Benji en met Sian Emmers, heb je vanuit het middenveld... Zoveel dreiging, zoveel loopvermogen ook. Mm-hmm. Hè? Dus voor de tegenstander is dat niet te doen om alle drie uit te schakelen. Ja, klopt. Ik vind dat wij ook voor een team heel fit zijn, iedereen. Ik denk dat wij fitter zijn dan elke tegenstander. Hebben we ook in die beker gezien tegen Den Bosch. Ze waren helemaal kapot na een uurtje, denk ik. Zo, omdat wij die wedstrijd verdiend winnen. Oké, Patrick, dat biedt perspectief. Ik ga er nog steeds vanuit stiekem dat we een kans maken op promotie dit seizoen. Ik wil jou eerst bedanken voor de komst. Graag gedaan. Compliment voor het perfecte Nederlands. Ik ben blij dat ik niet hoef te zeggen, Patrick, jongen, we doen de bal besmettelijk. Dan gaat die post op. Ja, maar die hozen gestrichen vol wanneer naar PLS komen. Ja, dat hoeft dus niet, maar jullie, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende Studio Roda als oudspeler Marco van Hoogdalem hier plaats gaan nemen. Ivo, jij bedankt. Ivo Kous voor de beelden. En adieu!